Ik doe namelijk vandaag mee met jachtseizoen van Stuk TV. Oké, dames en heren, het is serieus begonnen. Ik zit in mijn allereerste lift. Knol power! Goedemorgen jongens. Ik ben net terug van motorles. En volgens mij is Ens nog aan het slapen. Dus we gaan even kijken. Goedemorgen. Je lip zat helemaal vastgeplakt. Zag je dat? Ik wou iets zeggen, maar ik zat vast. Goedemorgen. Oh, ik heb lang geslapen. Ik dacht al dat je nog lekker aan het slapen was. Ik heb echt gewoon 10 uur geslapen volgens mij. Ja, klopt. Ja, en dat is ook maar goed ook, want vandaag moeten we knallen. Ja, zeker. Heb je lekker geslapen? Ja, ik heb heerlijk geslapen. Ja, echt nice. Echt chill. Hoe ging je motorles? Goed. Ja? Ja. Ook nice. Zo, ik ben ondertussen een beetje wakker geworden. Ik heb namelijk een douche genomen. Ik heb me opgefrist en ik weet het, mijn slaapkamer is echt een puinhoop. Alleen vaak is het zo dat ik s'avonds thuis kom en dan pleur ik alles gewoon op de grond. En dan ga ik lekker in bed liggen en dan ben ik meteen vertrokken. Het is spannend vandaag. Het is heel erg spannend. Er gaat namelijk zo ongelooflijk iets leuks gebeuren. En waarschijnlijk hebben jullie het ook al gezien aan de titel. Ik doe namelijk vandaag mee met jachtseizoen van Stuk TV. Mijn naam is ongelooflijk vaak voorbij gekomen en vandaag gaat het dan uiteindelijk gebeuren. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden en ik ben heel erg benieuwd hoe ik het vandaag ga doen. Dus Myron die brengt mij in ieder geval heen naar de opnameset. En dat is in Maarsen. Daar is een plek waar we heen moeten. Waar ik in de gevangenis word gestopt, waarin ik het welbekende oranje pak aan krijg. En dan uiteindelijk met dat oranje pak aan moet ik gaan ontsnappen. Ik denk dat het voor velen onverwachts komt dat ik meedoe met jachtseizoen. Ik bedoel, Stuk TV en ik hebben natuurlijk een bepaald verleden. Nou, dat is al lang achter ons gelaten. We gaan goed door één deur. Ik heb Giel ook nog wel eens gesproken via de app, telefonisch, maar ook persoonlijk. Dus we hebben gewoon prima contact. Dus dat zit allemaal goed. Maar toch is het wel vet dat we weer een beetje die Stuk TV en zo'n knol hebben, zeg maar. En daar gaan we wat moois van maken. Dus ik heb natuurlijk een plannetje gemaakt die ik ga uitvoeren tijdens het ontsnappen. En ik ben heel erg benieuwd of dat goed gaat uitpakken. En ik verwacht jullie steun natuurlijk. Ja, straks word je in één keer een half uur gepakt of zo. Ja, dat zou de grootste nachtmerrie zijn. Ja, maar dat ja, zij zijn denk ik bij jou ook nog weer extra gemotiveerd. Ze willen me heel graag pakken. Ze willen jou sowieso niet 4 uur laten gaan, want nee. Dan, ja, nee niet. Ja, het is... Het is toch jammer als het hun niet lukt. Ja, het is gewoon, als ik bijvoorbeeld zou winnen nu, dan zou het zeg maar 1-0 zijn. Ja. En als Stuk TV zou winnen, dan zou ik gewoon 1-0 achter staan. Ja. Dus het is wel heel erg spannend. Dus wie, ik ga... wie heeft nu de meeste abonnees? Abonnees. Heb jij dat nog of hebben zij dat? Ja, ik heb het nooit gezien als wedstrijd, maar er zijn mensen die er zich mee bezighouden. Ik hou me er niet mee bezig, maar ik weet wel dat ik de meeste abonnees heb. Nee, ik heb op dit moment de meeste abonnees. En Stuk TV is de tweede grootste van Nederland, qua Nederlandstalige YouTuber. Ja, dat wil ik graag zo houden natuurlijk. Ja, maar eigenlijk sta jij dan nu 1-0 voor. Waar ik meestal wel lees. Ja, en als je dan straks ook nog dit wint, dan is het 2-0. Maar als je verliest, is het 1-1. Ja, we gaan zien wat er van gaat komen vandaag. Het is in ieder geval knijters mooi weer. Het is nu 14 graden, maar het zonnetje schijnt. Daar ben ik ontzettend blij mee. En het is zo te zien druk op de weg. Dat is ook altijd fijn om dingen te regelen, liften te regelen. Want heel veel is gewoon improvisatie, is gewoon maar wat dingetjes doen. En ja, dat maakt het allemaal zo leuk, denk ik ook. Zal ik je vertellen wat ik vanochtend aan heb gehad bij motorles? Nou. Ik had zulke koude handen. De handschoenen aangehad. Stuurverwarming. Ja, handvatverwarming bedoel ik eigenlijk. Was het zo koud vanochtend? Het was echt koud. Ik stond stil en stop lig ik er echt zo van, oh, mijn handen. En toen kwam Egbert zo naast mij en die zei van, die klikte zo en hij zo. Ik zo, heeft die stuurverwarming? Die MT-07? Ja. Oh, vet. En toen zei hij, ja, dus als je ooit aan een MT gaat, moet dat erop, hè? Ja, klopt. Ja, mijn moeder heeft ook stuurverwarming. Die heeft ook snel koude handen. Ja. Maar vanochtend motorrijles van 7:30 tot 9:00 ging er supergoed bij om te horen. Ja, maar het was wel koud. Het was wel koud. Nou, gelukkig is het nu warm. Ja, spannend. Ik vind het echt spannend.
voelt het, hè, de kriebeltjes. Ja, ik voel de spanning. Wow, hier is het. Wow, ik wou de camera pakken, maar mijn gordel die ging op slot. Moet ik hier? Ja hoor, dames en heren. Oh, daar staat de bus al. Mag de auto hier staan? Daar staat de bus al. Let's go! Zo, daar zijn we dan, dames en heren. Oi, 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 oi. Dit wordt wat. Dit belooft wat. Yo, Bas? Oh, ik heb er zelf wel zin in, vrienden. Alles goed? Ja? Dan. Dit is ook de bus, of niet? Ja, dit is nieuw, hè? Het is nieuw dit seizoen, hè? Ziet er vet uit, hoor. 800 pk, turbootje. Nee, maar dat was het ook. Ik zat erover na te denken. Ik dacht, hoe snel kan die bus? Die kan toch niet zo snel zijn? Of hebben ze een speciale... Ik wil niet veel zeggen, maar we zijn dit seizoen in vorm. Ja. Oké. Ja, nee, het ziet er goed uit. Ja, een mooi tape hier en daar. Ik kan je één ding vertellen. Als ik jou zie, dan win je wel. Nou, als je iemand daarmee trapt, dan lig je zeker onderuit. Ja, dat wel. Maar redden zit er niet echt. Dat is niet. Heb je er zin in? Ja, ik heb er knijts veel zin in. Ja, ja, ik heb er zoveel zin in. Ik geloof er niks van. Ben je zenuwachtig? Ja, ik ben super zenuwachtig. Ja, ja, serieus, ik heb buikkriebels. Maar weet je wat het is? Ik heb er heel erg veel zin in als ik heel ver kom of ga winnen. Maar als ik het de eerste uur verneuk, dan ben ik er klaar mee. Dan kom ik nooit meer terug. Heel eerlijke geruststelling. Degene die we het snelst hebben gepakt, dat is rapper Sjors. Dus als je daaronder komt, ja, dan heb je het slecht gedaan. Ja, dat moet die was om de hoek van de straat ja, al. Ja, die lag onder de auto bij de appie, zeg maar. Ja. Echt? Ja. Okay. Dus slechter dan dat gaat het niet. Als je boven een uurtje komt, dan is het prima. Dan en zit ik het verwacht goed. Wel dat jij heel lang uit handen blijft. Ja, dat denk ik ook wel. Okay. Zeker nog misschien wel 4 uur. De game is on. Ja, dat verwacht ik niet. Oké, dames en heren, in ieder geval stem even in de reacties. Wie denken jullie dat gaat winnen in deze battle? Stuk TV? Stuk TV! Of Enzo Knol? Ik lijkt ben heel erg benieuwd. Lijkt me duidelijk. Game Team Knolpower. Ja, deze moet ik straks sowieso inleveren. Kijk dan. Mijn eerste... Ja, die moet je inleveren. Nee, en, deze moet je inleveren. Mijn tweede telefoon? Ja, nee, alles in leven. Nee joh, ik ga gewoon gebruik maken van Tamagotchi en walkie-talkie en zo. Komt goed. Dit is wel een droom die uitkomt hoor, en dat ik gewoon jouw camera vast heb voor de vlog. Kijk dan even. Ja, ik weet hoe dit moet. Hey, wie had dat gedacht? Ik heb nog een oranje pak aan heb. Nee. Wie had dat gedacht en zo? Jij in het jachtseizoen. Ik had het nooit gedacht. Nee, echt niet. Ik had het nooit gedacht. Ik dacht, daar ga ik nooit aan meedoen, joh. Maar wat was dan de reden dat het nu wel was dan? Ja, omdat... ik zal eerlijk zeggen dat eerlijkheid is belangrijk op YouTube. Dat weten jullie ook. Ja. Als je dingen gaat verschuilen, het komt toch wel naar boven. En eerlijk, ik had jou nog aan de telefoon afgelopen week. Ja. En toen zei ik ook tegen jou. En toen vroeg jij ook nog van ja, en nu is het eigenlijk zoveel jaar later. Waarom nu pas? Ja, nu heb ik er een goed gevoel over. Ik weet ook niet waarom. Maar mijn gevoel doet heel veel in de beslissingen die ik neem. Ja. En heel veel dingen die ik doe ik op gevoel. En voorgaande jaren, toen had ik er gewoon geen goed gevoel bij. Toen dacht ik, dit is niet het moment. En het zou natuurlijk een stunt zijn als dit nu wel het moment is. En dat het ook meteen de meest bekeken stuk TV-aflevering ooit wordt. ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Dat heb ik ook wel, goeie vol. Ja, toch? Ja, nee, ik vind het heel tof dat je meedoet, man. Ja, ik ben ook heel blij dat ik er ben. Kijk dan. Zit hij goed? Moet hij iets groter? Ja? Ja, want hier kan ik niet goed in bewegen. Nee, want je schouders zitten ook daar. Ja, kijk maar. Chef, deze is een gaten. Thanks. Dat is top. Maar wat is de chip ook? Ja, dit vind jij fijn, hè? Ja, dat is top. Ja, Wout, nu spannend. Nu is het 2-1. Ik ben gewoon volledig uit te schakelen, nu al. Ja, goed. Echt top. Hey, ben je er nog mee eens dat Enzo meedoet? Ja, dit is gek. Het is voor mij ook een droom om hem in een oranje pak te zien, zo. Het is echt top, man. Het is dan jammer dat ik niet echt kan rennen achter hem aan. Nou. Maar eerlijk, dit is een soort... we hadden het erover aan de telefoon. Dit is een soort FC Barcelona, Real Madrid, toch? Het is Beatles. Eerlijk. Weet je wat zo mooi was? Dat is precies ook gewoon wat elke keer door mijn hoofd heen ging. Dit is een soort van clash gewoon. Stuk TV en zo Knol. We hebben een bepaalde geschiedenis. Ja. We besef gewoon. We hebben gewoon fucking bij Humberto tegen elkaar. Hoe raar is dat eigenlijk? We hebben gewoon tegen elkaar gezien. Jij bent een lul, nee, jij bent een lul, nee, jij bent een lul, jij bent een lul. Zullen we samen een saunaatje pakken? No, okay. Ja. Dus nee, ik vind het heel erg leuk. Ja. Ik vind het lachen. De sfeer is goed, dat is belangrijk. Top. Dus ja, man. Alles. We zijn echt heel blij dat je er bent en dat je meedoet. Nou, mooi zo. Ja, echt leuk. Ja, thanks. Dat is een mooie aflevering. Ja, kijk dan even, jongen. Kijk, het is gewoon fashion dit. Dan heb je linkerarm. Maar ben je een beetje fit? Hoe top fit ben jij? Ja, wel redelijk fit. Ik zat er gewoon serieus over na te denken. Stel voor, ik zou gewoon alleen maar rennen. Kun je goed rennen? Ik ben wel snel.
niet de snelste, maar... Waarom viel jij hem dan? Ja, omdat hij niet kan rennen. Ik ben normaal heel snel, maar vandaag niet. Nee, maar serieus, van jullie drie, wie rent er altijd het snelste? Ga jij? Giel sowieso. Jij gaat mij misschien tackelen. Giel is echt top vet. Ja. Is dit je pokerface of... Nee, oprecht. Je bent echt top. Ja, hij is echt top. Ja. Ik ren fucking snel. Ja? Ja, ik ren heel recht snel. Shit, man. Oké. Okay. Als Giel achter je aan zit, dan is het klaar. Zeg maar, op dat level. Ja? Ik ben vroeger hardloper geweest, hè, en zo. Serieus? Ja, zo, ik heb vroeger de 100 meter bij Europees kampioenschap gerend. Nee, hou op. Nee, serieus. Dat is vette, ja. En nu komt er zo'n foto van een medaille voor jou in beeld, of? Nou, ik was tweede geworden, dus daar was ik wel trots op. Serieus? Ja, ja, ja. Ja, je zit nu indruk op mij. Nee, echt niet. Het is echt geen grap. Nee, ik ken het serieus. Het liefst loop ik wel lange duur. En dan loop ik 10 kilometer in 40 minuten. Oké. Okay. Dus ja, nee echt. Maar ik denk, het is wel echt zo van waar stap je uit? Als jij door een bos gaat rennen en ik zie je al niet meer, dan kunnen we wel hard rennen. Maar als ik jou niet meer zie, dan ben ik je kwijt. Ja, dan reed je de verkeerde kant op. Ja, en we hebben al best wel wat gekke dingen meegemaakt nu dit seizoen. Maar hey, dit staat je goed, man. Ja, ik voel me topfit zo. Dit is de band, die moet je wel om je middel gaan doen. Daar zit de taskam en straks de trekker erin. Oké, wat zit hierin? De trekker en de taskam. Voor je geluid. Ja, we doen ook twee verschillende geluiden opnemen. Want als jij nu ineens wegrent en de cameraman heeft die niet meer bij, dan hebben we nog steeds audio. Ja, want voor de mensen die zeg maar denken... Moet je onder je kleren. Wel, voor de mensen zeg maar die denken dat het eventueel iets nep is of zo. Nee. Is het iets nep of nee, niks? Nee, niks nep aan. Nee, het is anders nu natuurlijk... maak ik het vandaag mee. Nee, we hebben natuurlijk zo meteen de scène. Die gaan we allemaal een paar keer opnieuw draaien. Ja. Vanuit jouw kant, jouw reactie, onze kant. Nou, dat wordt natuurlijk wel een mooi plaatje. Ja. En dan vertrekken we werkt. Kwart voor 1 uur, hopen we. Oké. En dan is het gewoon echt jouw... Dan is het echt je spel, man. Dan duiken we gewoon de volledige hele tijd in. Kijk, wij krijgen om de 10 minuten jouw locatie. En je hoort een piepje afgaan. Wanneer je verstuurd wordt. Ja. Ik moet het shirt ook nog hebben eigenlijk. Oké, I'm out. Ik heb ze thuis. Ik heb nog zo'n stapel thuis. Het kan al geregeld worden, hoor ik. Maar hebben jullie dan de spelregels nu ook een beetje aangepast? Nee, vergeleken exact, met vorig exact jaar? Hetzelfde nog. Okay. Ja, we hebben weinig veranderd aan de jachtsregels. Op een gegeven moment staat een format gewoon. Ja, dan moet je er niet meer te veel aan tweaken, niet meer dingen toevoegen, verwijderen. Ja. Want op een gegeven moment staat het gewoon. En dan denk je, dit is het spel. En de BN'ers worden ook steeds beter, zeg maar. Ze hebben natuurlijk heel veel voorbeelden liggen. Alle seizoenen gezien. En iedereen wil elkaar overtreffen. Dus er komen steeds sneller auto's voor de deur. Ja. Steeds gekkere plannen. Dus dat is wel heel tof. Zeker weten. Zeker weten. Zeker weten. Auto's zijn echt niet oké meer. Nee. Wij moeten naar boven, boys. Oké. Dus jouw watch, hier staat de offline knop open. Die geeft hem. Als je paniek hebt, dan kun je hier de offline knop indrukken. En dan zien ze 10 minuten lang niet waar je bent. 20 minuten dus. Ja. Top. Ja, paniek is gewoon een knopje om mee te kutten, toch? Ja. Hoeft niet. Liever niet. Is er iemand die hem vergeten is te gebruiken? Ja. Ja? Ja, ja dat geloof ik wel. Ja. Ik denk dat jij het ook gaat vergeten. Als jij nu als... Dan voel ik het ook echt niet. Zo. Je gaat scrollen volgens mij en dan kom je hoofdoverfluitje. Hoe werkt dat? Eén keer naar rechts. Eén keer naar rechts. En dan bel je. Ah, oké. En dan gaat onze bus... Zwaar. Maar er staat verder geen nummers in. Maar dan kunnen jullie ook niet rijden of zo? Ja, alleen rijden. We kunnen niet meer, geen tablet meer gebruiken, telefoon. Sick. Oké, dus dat is gewoon één keer naar rechts en dan. Dus stel voor jullie zien mij en ik druk deze in. Dan maakt het niet uit, want jullie zien me. Ja, als dan jullie zien dat, dan heb je gebruikt. Als we in de buurt zijn, even checken. Ja, dat is natuurlijk. Als wij jullie gewoon met blote ogen kunnen zien, dan. Ja, echt wel. Oké, thanks voor de tips. Oké, laten we gaan. Kun je die los? Oh, steek je ook weer. Doe je? Ja, ik pak die. Kontje in het pakje. Ik hoop niet dat we zo pakken. Oké, dames en heren. Het wordt dus nu echt serieus, hè. Ik ben al helemaal in het pakje. En dan moet ik ook zo'n bordje vasthouden. Straks? Ja, zo'n bordje. Dat doen ze altijd als stuntdeel. Oh ja, klopt. Zo'n bordje, daar staat dan Enzo Knol. Ga je stoer kijken of ga je juist lachen? Zo. Ja. Jezus. Wat gebeurt er? Dat is wel heel hard, hè? Nee, eigenlijk niet. Oké, dat is pakken. Ja.
deze losser? Of? Ja. Let op, Beck. Hij staat best wel strak nou. Ja? Die rechter niet. Nee, maar dit valt mee. Maar deze is volgens mij veel erger. Ja hoor. Ik was het niet. Het wordt een dikke schadeclaim. Ik was het niet. Ze nemen dit serieus. Dat is prima. Dat is de cel waar ik straks word ingegooid. Oh nee, jong. Daar een stukje verderop. Hé, mijn telefoon of horloge trilt. Mijn hartslag is 81. Dat is gewoon prima, toch? Ja. Nou, zoals jullie hebben gezien, we hebben wat shots opgenomen. We hebben, ja, dat is heel vaak zo. Je neemt allemaal camerabeelden van verschillende perspectieven op. Dus dat duurt even een tijdje. Dus we gaan nu nog even wat celopnames opnemen. En dan daarna mag ik op de vlucht. Daar hebben we echt zin in. Ja? Ja. Doet jouw poppetje dat ook niet denken aan Billie Eilish? Aan? Billie Eilish. Ja, klopt. Ja, is iets anders, maar... Die staat dan zo stil, zo recht. Ja, klopt. Maar goed, gaat straks beginnen. Hallo! Ik probeer alweer te ontsnappen. Loop maar eens daarheen. Oké, wacht. Ja, ik kan niet. Het staat vol hier in de gang. Ik probeerde net te ontsnappen via hier, maar dat lukte niet. Ja. Nee, lukt dat niet? Ook niet als ik hem stiekem open doe. Is het glas voor? Nee, een deurtje. Ja, als ik de deurtje toch open doe. Ga eruit snel. Goeie cel, hè, dit. Nou, deze kan wel dicht. We moeten nu even wat shots opnemen in de cel. Oké, nou, gaan we erin dan. Ik heb een strategie. Ja, ik heb wat een en ander bedacht. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Team Stuk TV, maak je borst maar nat. Want jullie hebben geen idee wat aankomt. Oké, dit hebben we ook weer gedaan. De celopnames, dat staat er ook weer op. Ik moet zeggen, ik begin nu wel een beetje zeer te doen. Ja, snap ik. Volgens mij mag je ze nu helemaal af. Ja, ik mag ze nu helemaal af. Ja, deze is een klein. Volgens mij hebben ze die bij de speelgoedwinkel gekocht. Kijk dan. Het past eigenlijk helemaal op jouw pols is te groot. Ja, ik heb wel dikke polsen. Maar we gaan uit de cel. En zo langzamerhand komen we bij het punt dat ik ga ontsnappen. Oké, dames en heren. Ik ben lekker broodje aan het eten en daar ga ik gewoon even van genieten. Wat drinken, wat eten. Even op energie komen. En dan straks gaat het serieus gebeuren. Straks gaat de bus en Team Stuk TV die erin zit, gaat me achtervolgen. En dan ben ik heel benieuwd. Ik kan in ieder geval vertellen dat jij bent de eerste die mij gaat helpen, hè? Oké, dames en heren, ik moet mijn vlogcamera nu wegdoen. En dat is logisch, want ik mag natuurlijk niet de hele aflevering meefilmen. De opnamedag zoals gepland staat van 10 uur 's ochtends tot 6 uur in de avond. Dus dat neemt aardig wat tijd in beslag, maar we gaan iets moois neerzetten. Dat wordt echt super vet. Dus ik heb geen idee hoe lang deze vlog verder wordt. Kan misschien zijn dat die ietsjes minder lang is, omdat ik dus meedoe aan dit programma. Maar gaat wat moois worden, Marvin. Ja. Ja, toch? Weten. Ze staan daar allemaal klaar, de hele regie, het hele team, Team Stuk TV, de bus van het jachtseizoen. En ik heb een stok straks met een camera en daar kan ik mezelf mee filmen en dat gaan ze dan allemaal gebruiken voor de aflevering. Ik heb twee microfoontjes, ik heb hier een telefoon met GPS-trekker, ik heb om mijn middel heb ik een band met twee zenderkastjes. Dus aardig wat apparatuur bij me. Ik heb ook een cameraman bij me en met dat alles bij elkaar gaan we deze aflevering knallend begin geven. Ja. Succes. Yes, thanks. Ja, ik zie je straks. Jij neemt de camera mee. Ja. En jij gaat wel vloggen voor de kijkers. Wow. Misschien wel. Dat zou wel leuk zijn. Ja, is goed. Cool. Oké, dan gaat Marion even het een en ander filmen. Wens me veel succes. Laat een like achter. Oké, Enzo die moet straks van... Oh kut, ze zijn al weg. Ze komen er al aan. Ze komen er al aan. Oh mijn god, dat had ik niet door. Ik moet snel naar de auto. Ik moet snel naar de auto. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh, mijn adrenaline was al zo hoog. Huh. Dat ging zo snel. Hoppakee. Snel, snel, snel. Oké, dames en heren. Het is serieus begonnen. Ik zit in mijn allereerste lift. Misschien kan je wel raden welke dat is. Oh, dit is zo leuk. Oké, jongens. En ze is inmiddels weg.
Jeetje, wat was dat stressen zeg. Mijn hartslag is al zo hoog. Ik ben inmiddels onderweg naar Assen. Ik ga even langs Kim. En ik hoop dat Enzo uiteindelijk ergens in Assen eindigt. Maar ja, dat is altijd maar de vraag. Want het kan ook zijn dat hij nu binnen nu en 10 minuten gepakt is. Dus ja, even afwachten. Ik hoor nu 4 uur lang niks van hem. Zijn telefoon ligt letterlijk hier. Dus ja, op het moment dat hij gepakt is, dan moet ik van productie horen dat hij gepakt is. Of op het moment dat hij het gehaald heeft, moet ik het ook van productie horen. Dus ja, dat wordt even afwachten. Ik ben heel benieuwd. Aan de ene kant verwacht ik wel dat hij het heel goed gaat doen. Maar ja, je weet het nooit. Je weet het echt nooit. Misschien is Team Stuk wel echt super slim en kunnen ze volledig zijn acties inschatten en staan ze straks voor zijn neus. We gaan het zien. Ik denk dat hij het wel echt super leuk vindt. Ja, dit is wel top, hè. Kijk, mijn cameraman die heeft een shirt, I hate Giel. Ik heb zo'n hekel aan hem ook. Oké, dames en heren, ik ben nog steeds aan het vluchten. Of nee, aan het vluchten. Frikandel speciaal. Maar de opname is nog wel bezig, maar ik ga gewoon even lekker genieten van mijn frikandel speciaal. Oké, ik mag natuurlijk niks zeggen over de uitslag. Wel mag ik Enzo nu gaan ophalen. Dus ik ben nu onderweg naar hem. Ik moet nog ongeveer 30 minuten rijden en dan hoor ik het. Of hij het wel of niet gehaald heeft. Ik ben echt heel benieuwd. Maar ja, jullie moeten dus wachten totdat de uitzending van Stuk TV online komt. Ik heb echt in spanning gezeten. Zo van, oh, waar is die nu? Wat doet die nu? Echt, oh mijn god. Het is zo, je bent zo aan het meeleven en je aan het afvragen of het allemaal goed gaat, zeg maar. Oké, dames en heren, ik zit in de auto en ja, ik mag verder niks over zeggen. Ik bedoel de uitslag verder met jachtseizoen. Ik heb... Hallo Milana. Doei. Ze is aan het zwaaien. Doei. Ze steekt haar tong uit. De jas over. In ieder geval, ik mag er verder niks over zeggen. Ja, wat ik wel kan zeggen is dat het echt een ervaring was. Ik ben kapot. Ik ben echt kapot. Maar goed, ja, sorry. Ik wil het heel graag vertellen. Maar sorry. Zou je echt moeten wachten op de aflevering. En wanneer die komt, dat gaat echt nog iets van... Of 31 oktober, geloof ik. Zo. Ja, dat duurt echt nog lang. Het is nu iets van, weet ik veel, 11 september... Nee, 13 september of zo. Dus het duurt echt serieus nog lang. Het duurt nog anderhalf maand. Dus sorry daarvoor. Maar ik kan er verder niks aan doen. Dat zijn de regels. Goed, ja. Ik zit in een auto. Niet zomaar een auto. Dit is de performante van Sheet. De performante, ja. De weddenschap verloren, hè. Dus, Wat namelijk zo is dat ik ging vissen samen met Sheet. En toen hadden we de afspraak... ja, wie het eerst een vis vangt, mag in een andermans auto rijden. En ik ving als eerst een vis. Dus nu mag ik een ritje maken in zijn performante. Maar trouwens, ik heb hem net wel helemaal opgericht. Ja, dus we moeten even denken. Ik kan er bijna niet meer rijden. Zo. Heerlijk. Wendt het voor jou trouwens, zo'n auto? Nee. Vind je het nog steeds echt bizar? Ja, maar dat komt dat je niet elke dag rijdt. Je rijdt gewoon daily rijden die Panamera. Ja. Maar dit, iedere keer als je erin stapt, het geluid, wegligging, de snelheid. Ja, blijft bizar. Ja. Dit is volgens mij geen betere auto na de Urus. Nee. Nee, dit is geen betere auto als dit hoor. In de bochten, snelheid. Ja. Nou, dat is ook nog een best wel goed schermpje hier zo. Heb je wel eens in een performante gereden? Volgens mij ooit een keertje heel even. Ik weet het niet zeker. Wel een Evo volgens mij wel, hè? Ja, een Evo wel, ja. Ja, misschien was dat de Evo waar ik de vergelijking mee maak. Maar jij zit altijd zelf te flipperen, hè? Ja. Altijd, want hij gaat gewoon automatisch, hè, nu? Ja, zo wel, maar ik rijd meestal altijd Corsa. Ja. Moet ik hier nog rekening mee houden of zo? Nou, hij staat nu de lift omhoog, dus. Dat zit zo'n neuslift op, dus dan hoef je niet... Maar als ik hem in Corsa of in Sport zet, ja, dan moet je zelf flippen, of hoeft ook nog niet? Nee, Sport ook nog niet. Dat is wel harder, toch? Ja. Waarom ook in rechts of links? Doe maar rechts, dan redden we denk ik wel. 50 kilometer. Vind je het al spannend dat ik in je auto rijd? Of? Nee, maar jij rijdt ook op de gekste dingen, op quads en je hebt wel een goede motoriek, dus ik vertrouw dat wel. Of toch niet? Hij ligt zo lekker op de bocht, hè? Dat is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Een stukje vliegen hier. Van mij.
Zo, dit is wel echt ziek hoor. En voor de mensen die zich afvragen waarom ik nog steeds het oranje pakje aan heb, het gevangenispakje waarmee ik aan het ontsnappen was, is omdat, ja, dat is wel een kleine hint al, maar al mijn kleren zijn nat geworden. Dus ik heb niet echt droge kleren, zeg maar. En we gaan nu even eten ophalen. Dus ja, vandaar. Ja, niet normaal, hè? Niet normaal, hè? Echt niet normaal. Jeetje, Mina. Je zit ook zo op de 100. Je zit eigenlijk nog echt wel comfortabel in deze auto. Dat had ik niet verwacht. Dat je nog zo lekker zou zitten. Dit zijn comfortstoelen. Je hebt ook deze zeg maar, met sportstoelen. Ja. Ah, dat hou je geen 500 kilometer vol, hoor. Nee. Heb je wel eens in een Aventador gereden? Dat is lomp, hè? Ja, maar dit, dat is echt maar dit is omdat ze nu met Audi samenwerken. Hè. Dan is dat wel next level hoor, geworden. Ja, ik ben wel blij mee, ook het interieur en zo. Ja, alles is ook stof, hè? Ja. Hier zo. Dat Alcantara. Ja, echt super vet. Dat dit speciale carbon. Ja, dit is een nieuwe soort carbon, hè? Ja, ja. Super vet is dat. Ja, echt kicken, wil ik ook een fiets doen. Ja, ja, op die eenwieler. Ja, eenwieler, ja. Ja, dit is lijp. Zo'n auto. Ja, als je dan de ruimte hebt, dan moet je even dat gaspedaal naar beneden trappen. Ja, dit is lijp, dames en heren. Dit is echt niet normaal. Ja, het is gewoon perfect weer. Het is gewoon super. Kijk dat weer. Dit is mooi vis weer. Zo. Ja, dit is echt genieten. Dit is echt genieten. Ja, en de aflevering die ik heb gemaakt vandaag, dat wordt ook genieten. Ja. Oh, oh, oh. Wat er allemaal is gebeurd vandaag. Nou... Zonder dat je niet kan vertellen. Ja, ik vind het zo, zo kak dat ik het niet kan vertellen. Zo kak. Het is de dikste, maar dan ook de dikste video ooit. Ja, dat denk ik ook. Ja. Wat er vandaag allemaal is gebeurd in de uitzending. Oh my god. Niet normaal. Wat een gekkigheid. Super bizar. Nou goed, we gaan even wat eten ophalen. Ja, als je een beetje gas geeft, dan moet je ook tanken. Dus dus dat gaat ze hier nu even doen. En er schoot iets bij me te binnen. Ik heb ook geen pet meer. Ja, die pet ben ik ook kwijtgeraakt tijdens de uitzending. Tijdens het vluchten. Wat een chaos. Dus dan weten jullie waarom ik zo... want dit zie je niet vaak bij mij, dit zo helemaal zo gek. Meestal heb ik wel een pet op, maar nu even lekker in de war. Kijk, en hier zie je dus ook dat hele nieuwe carbon waar ik het net over had. Gewoon die hele spoiler hier zo. Is dat nieuwe carbon hier zo onder ook. Bij de uitlaat. Eerst zag dat carbon tint er heel anders uit. Maar nu hebben ze dit ervan gemaakt. Ja, is wel super vet. Ziet er echt heel mooi uit. Ja, sowieso deze spoiler is zo dik. Is zo ongelooflijk dik. Oei, oei, oei. Oh, hier ook nog. Kijk. Hier aan de voorkant zie je ook nog die hele spoiler. Lekker dansen, dansen. Oh, jong. We gaan er weer vandoor, hè? Nee, Milana wil het niet, maar we gaan er wel vandoor. Nee. Heb je dit allemaal gemaakt? Ja. Wat lelijk. Nee, nee, grapje. Milana, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ik vind het heel mooi. Nee, Milana, ik ga scheet laten, hoor. Ja, zie je, dat dacht ik al. Dan reed je wel weg. Nee, als ik nu scheet laat, doe ik het in mijn broek. Nee, maar ik vind echt heel, heel lelijk wat je hebt gemaakt hier. Nee, is echt super mooi. Ja, ik vind het gewoon mooi. Ik maak gewoon een grapje. Nou, we gaan er vandoor, hè? Marvin. We gaan er vandoor, ja. Het was echt een dagje, dames en heren. Oi, oi, oi. We hebben even wat sushi gegeten. Super lekker. Maar, ze heeft daar ook op gezoek gekregen. Ja. What the fuck? Milana, wat heb je hier nou gedaan? Milana heeft hier ook gewoon gestoepkrijt. Nee. Ja. We hebben in ieder geval super lekker gegeten en we gaan nu vandoor. Oi, oi, oi. Het was mijn dagje wel. Niet normaal. Ik moet echt even bijkomen. Ik ook. Let op, hè.
1, 2 en dan ga ik lekker dicht bij jou staan zo. Ze gaat naar binnen. Ga maar binnen stoep krijten, vindt papa leuk. Oké, okay. Nou, dat was een mooie afsluiter die scheet. Zo, dames en heren, eindelijk mag ik het pak uitdoen. Het is klaar. Kijk, ik zal het laten zien. Ik heb geen sokken aan. Gewoon, oh. En kijk op de zijkant van mijn schoen. Oh mijn god, hij was net gewassen en nu gewoon weer helemaal vies. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Is niet normaal. Ik ben gesloopt, ik ben kapot. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Helaas is, ik denk het, ik heb geen idee hoe lang, maar deze vlog is sowieso niet net zo lang als alle andere vlogs die jullie gewend zijn van ondertussen langer dan een half uur, soms langer dan een uur. Maar ja, dat komt omdat ik gewoon de hele dag bezig geweest ben met de opnames daarvan. Heel erg bedankt voor jullie begrip. Thanks voor de support. Thanks voor alle liefde. Ook vandaag tijdens de opname heb ik ook liefde gekregen van Knolpower fans. Zo blij mee. Vind ik zo ontzettend tof. Echt waar. Heel erg bedankt allemaal. Jullie zijn toppers. Blauw duimpje omhoog voor jezelf. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je toevallig nieuw bent. Het zou heel erg tof zijn. Klik dan ook meteen even op het belletje hieronder naast de abonneerknop. Dan blijf je op de hoogte van alle video's. Dan zie ik jullie heel graag morgen met een gloednieuwe vlog om 4 uur. Morgen is het een super belangrijke dag, want dan gaat Myron afrijden voor de motor. Hoe vet is dat? Ja, heel vet als ik het haal. Heel vet, maar dus ook heel erg spannend. Dames en heren, ik zie jullie morgen. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace! Knolpower!